Lise werd heel vaak gevraagd, heb jij verkering? Of ik verkering heb? Ja. Hi, vorige week heb ik een video opgenomen met ex-international Leanne Stendler. Dan heb ik een interview geoefend. Kijk maar hoe dat ging. Je hebt net de wedstrijd gespeeld. Ja. Je hebt gewonnen. Nu moet je nog even wat vragen gaan beantwoorden. Escaleter, je hebt net gespeeld tegen Chili, 2-0 gewonnen. Vertel, hoe ging het vandaag? Ik vond het wel goed. We maakten de kansen goed af. En zoals we van tevoren zeiden, we zijn hard in de duels gegaan. En deze wedstrijd, deze overwinning is natuurlijk best wel belangrijk. Wat doet dit met jullie zo in aanloop naar het WK? Goed, want je moet goed trainen voor het WK. En dit zijn zulke momenten dat je alles moet doen om naar het WK te werken. Thanks! Dat was super cool. Maar vanmorgen kreeg ik een appje van mijn favoriete Oranjeleeuwin, Stephanie van der Gracht. En die ga ik nu even voorlezen. Hey Esra, ik volg je natuurlijk tijdens je Leeuwinnenstage Esra en Oranje. Je doet het echt super goed. Wij maken ons nu echt klaar voor het WK in Frankrijk. Maar het lijkt me leuk om je daarvoor nog te spreken. Kom je daarom naar de locatie die ik je zo stuur en dan mag jij mij interviewen. Volgens mij kan je dat heel goed na al te oefenen met Freesia van Fox Sports. En natuurlijk ons ex Leeuwin Leonne. XX Stephanie van der Gracht. Dat was dus super cool. Ze zei dat ik hier naar binnen moet gaan, omdat ik dan een interview met haar mag voeren. Dus kom maar mee. Hallo. Hi. Welkom bij KPN. Dankjewel. Daar mag jij straks Stephanie van der Gracht interviewen. Oké. Okay. Dus bedenk me vast wat vragen. Is goed, zou het doen. Ik heb net al deze vragen gemaakt. Ik vind het natuurlijk wel spannend, maar ik heb er super veel zin in. Dus ik ga nu even bellen. Hallo. Hey, gaat goed? Ja, heel goed. Met jou? Mooi zo. Ja, ook goed. Leuk dat je me belt. Ja, superleuk. Ik heb nou een paar heel wat vragen voor je. Dus... Ben benieuwd. Ja, zou ik beginnen? Wilde je als klein meisje profvoetbalster worden? Nou, helemaal in het begin, toen ik vroeger nog bij mijn ouders woonde en jong was, voetbalde ik altijd met de jongens op straat. En ik wilde wel hoog voetballen. Dus ik was al gelijk met jongens aan het voetballen. Superleuk. Ja, en jij ook toch? Of niet? Ja, maar was je dan ook beter dan die jongens? Of konden... Ja. Nou, niet beter dan die jongens, maar de jongens zeiden wel altijd dat ik goed kon voetballen. En wanneer had je dan het gevoel dat je echt profvoetballer kon worden? Nou, ik deed altijd met de KVB-dagen mee. En altijd met de voetbaldagen. Ja. En toen ik voor het eerst gescout werd, toen dacht ik, nou, misschien kan het wel wat worden. Wie was jouw voorbeeld van vroeger? Als meisje was het Daphne Koster. Totdat ik bij AZ kwam en ik met Daphne ging voetballen. Dat was natuurlijk een droom, dus toen voetbalde ik met Daphne. En ik vind Sergio Ramos ook een hele goede verdediger van de mannen. Ja, dat is ook een van mijn voorbeelden. Ja, en wie is van de vrouwen je voorbeeld? Jou eigenlijk, jij. Echt, waarom? Jij speelt ook achterin en bent supergoed. En ik speel ook achterin, dus van jou kan ik veel leren. Dankjewel, vind ik heel leuk om te horen. Ja. Als je dan geen profvoetbalster was geworden, wat zou je dan willen doen? Goeie vraag. Ik vind heel veel dingen leuk om te doen en ik vind het heel leuk om mensen te helpen. Ja. Dus ik zou heel graag wat willen doen om mensen te helpen. Ik weet nog niet wat. Ik heb wel gestudeerd, ik heb wel een sportopleiding gedaan. Dus misschien wil ik combinatie maken met sporten en met mensen helpen. Wat ik ook heel erg leuk vind is trainer zijn. Ja. Wow. Dus vroeger zei ik altijd, nou, ik wil wel bondscoach worden. Maar ja, dat weet ik nog niet of ik dat echt wil. Verdien je genoeg geld om van profvoetbalster te kunnen leven? Ja, ik werk er nu op dit moment niet naast, nu ik in Barcelona zit. Want daar verdien ik genoeg geld voor, om gewoon te leven elke maand. Maar toen ik nog in Nederland voetbalde, toen werkte ik er wel gewoon naast. Elke ochtend en toen werkte ik nog bij de Lidl. Wat zijn jouw verbeterpunten in het veld? Mijn verbeterpunten is aan de bal kan ik nog wat beter worden. Ik heb wel een goede lange paas naar huis, maar bijvoorbeeld het indribbelen. Ja. Als er een spits op me afkomt, dat ik al sowieso weet waar ik naartoe ga spelen. Nou ja, de duels, dat gaat wel goed, hè? Ja. Wie is nu jouw favoriete speler, speelster
van ja, heel de wereld eigenlijk. Nou, als ik in het veld sta, kan ik natuurlijk wel genieten van de meiden die voor me staan. Ja. Bij het Nederlands elftal, Lieke Martens die een actie maakt. Of Danielle van der Donk die echt een hele mooie paas geeft. Of Sherida die een hele mooie opening in huis heeft. En bij de mannen kan ik wel echt genieten van Messi. Ja, ik ook echt heel erg. Hij is ook mijn mannenidool, zeg maar. Ja, als hij in het veld staat, dan gebeurt dat hij tovert met de bal, of niet? Ja, heel erg. Is er echt nog één bepaalde club waar je zou willen voetballen? Nou ja, Barcelona was dan eigenlijk mijn droomclub. Daar voetbal ik nu, natuurlijk. Ja. En voor de rest heb ik natuurlijk al bij hele mooie clubs gespeeld. Zoals Ajax is mijn favoriete club in Nederland. Ja, mij daar ook. Daar heb ik samen gespeeld. Is dat ook van jou? Ja. Ah, oh, gelukkig. Nou, dan mocht je me bellen, hoor. Echt. Anders niet. Anders hing ik nu op. Ik ben eigenlijk wel super jaloers op jou, want mijn grote droom is om Messi te ontmoeten en aan te raken. En heb jij hem eigenlijk wel eens gesproken of iets met hem gedaan? Nee, ik ben wel de foto met hem geweest. Ja, dat heb ik gezien. We hadden ook een foto met de mannen en de vrouwen samen. Ja. Maar ik heb niet met hem gepraat, eigenlijk. Ik heb niks gezegd. Ja, hoi. Heb ik al gezegd, maar voor de rest niet echt eigenlijk. Wat neem je allemaal mee naar het WK? Wat zou jij als eerste meenemen? Ik heb echt geen idee. Je voetbalschoenen natuurlijk. Oh ja. Ja. Ik neem voetbalschoenen in ieder geval als eerste mee en maar geen beschermers. Worden die niet meegenomen voor je? Of? Nee, ik neem mijn eigen voetbalschoenen mee. Oh, oké. Okay. Ja, ik neem alles zelf mee. Ja, dat is wel handig ja, om een kicks mee te nemen. Wie is echt jouw maatje bij de Oranje Leeuwinnen? Nou, dat was altijd Kelly, maar ja, die is helaas geblesseerd geweest. Ja. Geworden. Met Merel van Dongen. Kan ik het ook heel goed vinden. En voor de rest, ik ben niet heel erg moeilijk. Dus ik kan, ja, weet je, met de een heb je natuurlijk iets meer dan met de ander. Maar Merel is wel echt een maatje. Ja. Ik heb op Instagram een post geplaatst dat sommige kinderen ook vragen voor jou hadden. Dus nu, die ga ik ook sommige vragen. Vraag 1. Kozen ze je wel eens het laatste op het pleintje? Ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk nooit als laatste ben gekozen. Nee? Nee, niet met voetballen. Oké. Nee. Wat vind jij het belangrijkste aan het voetbal? Dat je plezier hebt. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. Want als je plezier wordt, dan kan je ook alleen maar beter worden. Ja. Deze werd heel vaak gevraagd. Heb jij verkering? Of ik verkering heb? Ja. Ja, ik heb verkering. En hoe lang al? 7 jaar. Wow, dat is lang. Ja. En ik heb nog één heel ander soort vraag. Want ik heb een YouTube kanaal. En dan neem ik video's op met bekende Nederlanders. En dan neem ik dan battles op. Dat zijn altijd 3 onderdelen. Dus nu is de vraag, wil jij een keer met mij battelen? Tuurlijk wil ik dat. Superleuk. En desnoods als je in Barcelona bent, kom ik wel met mijn moeder of vader naar jou toe. Nou, ik mag wel iets, een verrassing aan je geven. Oké. Okay. En dat is dat jij met je ouders naar de wedstrijd tegen Cameroen mag op 15 juni op zaterdag. Echt? Ja. Wow, dat lijkt me echt super cool. Ja? Ja. Ik wens je nog super veel geluk op het WK en ik hoop echt dat jullie heel ver komen. Nou, jij heel erg bedankt, Tessa. En ook de fans natuurlijk heel erg bedankt dat jullie altijd achter me staan en ik hoop jullie te zien op het WK. Is en goed. En jou natuurlijk ook. Ja, super bedankt. Doei en bedankt voor het belletje. Dank je wel. Is goed. Okay. Doei. 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 Dit was echt super cool. Wil jij net als ik naar Frankrijk om de Oranje Leeuwinnen aan te moedigen? Laat dan in de reacties weten met welke jel jij de Oranje Leeuwinnen gaat aanmoedigen. Doei!